Succes. Start vrij, dames en heren, voor de 8e koers, de Mac the Butcher prijs. Onder nummer 1, Fast Shadow, Barry Swartz. De 2 van deze Scott, Rob de Vlieger. Nummer 3, Guess What, Wim van der Mespel. De 4, Four Wings River, Jan van Dooyweert. Nummer 5, Elliot Charisma, Mark de Jong. De 6, Philippe A, Rob van Toor. De 8, Fideel Transair, Jesse Terborg. Nummer 9, Gideon of Egypt, Danny Brouwer. De 10, Tennessee BLA, John de Leeuw. De 11, Gadagy Boe, Hugo Langeweg Senior. Nummer 12, Cesar WT, Frans van der Blonk. De 13, Fernando Meadow, Johnny Westenbrink. En de 14, Dora de Legume, Joris van Veen. Paarden achter de auto. Mooi, ja. Nu wel, zo'n beetje. Nog 100 meter. ...50 meter, 30 meter, start gevallen. Paarden zijn gestart en Fast Shadow die gaat direct naar de start de leiding nemen. Fast Shadow heeft het commando genomen, maar wordt aan de buitenzijde al overvleugeld door Philippe A. En die neemt over. Philippe A heeft een lengtevoorsprong op Fast Shadow. Four Wings River komt aan de buitenzijde en aan de binnenzijde daarvan ligt dan Gideon of Egypt. Dat zijn de aanvoerders waarbij Four Wings River thans een galop aan. Uitgeschakeld paard nummer 4, 4 galop. En is uitgeschakeld als de deelnemers de bocht doorkomen. Op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Aan de start van het veld hebben we Fernando Meadow in het gezelschap van Cesar WT. En de deelnemers zijn dan in de rechte lijn met Philippe A, de leider. Philippe A heeft een lengtevoorsprong genomen. Philippe A met Fast Shadow op de tweede plaats. Gideon of Egypt ligt derde. Aan de buitenzijde komt dan naar voren Jesse Terborg met Fideel Trans Air. Dat zijn de aanvoerders met Vade Scott erachter. Aan de binnenkant Tennessee BLA. En aan de buitenzijde komt Elliot Charisma opzetten. Verder weg in het veld is het dan Cesar WT met dichterbij Guess What. Aan de wijde buitenzijde Dora de Legume, die maakt ook een plaatje goed. Dan is het Gadagy Boe, gevolgd door Fernando Meadow. En aan de start van het veld is deze Fernando Meadow de hekkensluiter. De paarden komen de bocht door en gaan op weg naar de overzijde van de baan. En het is nog altijd Philippe A die het veld op sleeptouw heeft. Heeft nu 3-4 lengte voorsprong. Vanuit het achterveld, vanuit midveld kan ik beter zeggen, komt Fideel Trans Air nu naar voren. Gaat de tweede plaats innemen. Daarachter is het Fast Shadow en dichterbij volgt dan Elliot Charisma. Aan de buitenzijde ook de opmars van Gadagy Boe. En Gadagy Boe die maakt veel plaatsen goed en die wordt gevolgd door Dora de Legume. Aan de binnenkant ligt nog altijd vast aan de reining Tennessee BLA. En zo zijn de paarden dan op weg naar het punt einde overzijde. En het is nog altijd Philippe A. Met Gadagy Boe nu op de tweede plaats. Gideon of Egypt die komt aan de buitenzijde ook naar voren. Die speelt nog, of aan de binnenzijde moet ik zeggen, speelt nog een aardig partijtje mee in de front rank. Fast Shadow die lijkt het beste te hebben gegeven en die zakt terug. Aan de buitenzijde wordt die overvleugeld door Fideel Trans Air. En zo komen de paarden dan de laatste bocht uit richting laatste rechte lijn met nog 400 meter koers in de Mac de Butcher prijs. Philippe A en Gadagy Boe, dat zijn op dit ogenblik de twee frontrankers. Maar Gideon of Egypt, die gaat nog altijd goed mee en die gaat misschien nog voor een stunt zorgen. Aan de binnenkant Philippe A, Gadagy Boe in het tweede spoor. Gideon of Egypt, die komt aan de buitenzijde en lijkt hele hoge ogen te gooien. De paarden in de laatste 200 meter. Gideon of Egypt die gaat heel sterk door met Danny Brouwer. Gideon of Egypt. En kijk eens hoe stil Danny zit. Die gaat hier heel gemakkelijk winnen. Mespel komt nog naar de tweede plaats. Met een moordenaarschot met Guess What. Daarachter dan aan de binnenkant dan Gadagy Boe. Dat is de 1-2-3. Venijn zat hem in het staartje. Schitterende koers.